Ik ben in deze provincie geboren in 1940. En ik heb me sinds mijn volwassenheid heb ik me eigenlijk altijd wel met dingen bemoeid betreffende het landschap, milieu. Onze generaties die zijn toch wel heel erg verkeerd bezig. Daar ben ik al heel lang van overtuigd. Dat we allerlei zaken die in een hele lange tijd gevormd zijn, soms miljoenen jaren geleden, dat we die pogen op te maken in een anderhalve generatie, dat kan allemaal niet kloppen. Nou, op een gegeven moment kwam de NAM en werd gas gevonden. En ja, dan zag je dat de overheden gingen gewoon op de rug liggen voor zo'n organisatie, geloof ik. Want overal op allerlei prachtige plekken kwamen zomaar vreselijke boerlocaties die er niet uitzagen in zo'n landschap. Dan vroeg je gewoon, nou, hoe kan dat in vredesnaam? Als ik een ark en heel op mijn dak wil hebben of ik wil een ingangspartij veranderen, dan moet ik langs allerlei loketten. En dit gaat allemaal kennelijk zomaar. Er is hier voor 400 miljard aan gas uit de grond gehaald. En ik denk dat we in Groningen misschien wel voor 20 miljard schade hebben. En dat weegt niet op tegen die 400 miljard. Maar ik denk dat we, als we 2 miljard krijgen, dan mogen we onze handen stijf dichtknijpen. En dat is dus een voortje wat we hier krijgen. Er zijn er natuurlijk heel veel onderzoeken geweest. Daar was Van Rossum, onderzoeksbureau Van Rossum, die deed een schatting van huizen die versterkt moesten worden. Dat begon bij 170.000, dat werd teruggebracht naar 150.000. En als we nu kijken, in 2018 gaat het om een paar duizend woningen die versterkt moeten worden. En dat houdt in, half Groningen is nog niet gecontroleerd en ze weten nu al dat het maar een paar duizend woningen gaat. Het is bizar geworden. Bram heeft eigenlijk ook best wel goed gevoeld, maar ja, als ik één keer dit bij mezelf doe, dan doet dat zeer. Maar dan doe ik dat, er zijn meer dan 1000 bevingen zo langzamerhand geweest hier. Alleen al in Noordoost-Groningen. Dan weet je zelf al, dat als je huis één keer dit doet, kan die nog wel hebben. Maar als je huis al misschien wel 100 keer deze kleine beweging gemaakt heeft, dan weet je gewoon zeker dat je hele fundamenten en je muur en alles gewoon van binnen kapot gaat. Dat kan vandaag zijn, maar dat kan morgen zijn. En de angst die er ook heel erg is van wanneer komt die grote klappen nou? Zoals je hier al ziet, complete scheur. Je gaat helemaal naar boven. Dan wil je niet weten wat voor impact dit heeft op een gewoon huis. Dit staat al 410 jaar, deze kerk is van 1608. Of dit gebouw in ieder geval. En als ik dan naar mijn eigen, of naar andere mensen, nog eigen gemetseld huisje kijk, nou, dan denk ik dat bij velen de fundamenten kapot zijn. Ja, en ik ben daar weer gezet. Het is ook echt massieve muur, hè? Ja. Het is meer dan een meter wel. Maar dit zetten ze regelmatig weg onder zettingsscheuren. Nou, zo'n pand is zo oud, die is door de eeuwen heen is die al wel gezet. En daar komen geen zettingsscheuren meer in, maar dit zijn echt zware bevingsscheuren. En dit loopt tot halverwege de toren. Dus dat is eigenlijk om te huilen. Is dit triest? Absoluut, wat een barrel. Nou, op een gegeven moment kwam er natuurlijk ook schade. Er is altijd voorspeld door mensen die er verstand van hadden dat er ooit bodemdaling zou komen en misschien zelfs aardbevingen. Dat is altijd ontkend. Die mensen zijn belachelijk gemaakt. Die bodemdaling die kon niet langer ontkend worden toen het water in dit gebied de verkeerde kant op liep. Toen zijn er allerlei maatregelen getroffen. Ik geloof dat de waterschappen daar ook geld voor hebben gekregen. Ik kan me hier in de buurt ook herinneren dat er allerlei gemalen en dat soort toestanden werden aangelegd. Nou, en toen kwamen de bevingen. Nou, en die zijn in eerste instantie ook geheim gehouden, want ik weet nu dat er veel meer bevingjes zijn geweest. Maar de grote hier in Huizingen, nou, die schudden dan iedereen wakker en toen kwam het voor het eerst ook echt in de pers. Ja, dat heeft gruwelijke gevolgen gehad tot op de dag van vandaag. Heel veel mensen zitten in de ellende. Ons erfgoed gaat naar de bliksem. Daar maak ik me ook heel veel zorgen over. We zijn er al lang niet uit. Duidelijk schoolvoorbeeld van de naam. Als het allemaal te gecompliceerd wordt,
en het zo moeilijk wordt. En om te voorkomen dat, dat we spookdorpen krijgen. Nou, we laten het pand gewoon staan. En we plakken een mooi zeiltje voor. Het probleem is opgelost. Wie doet je er wat? Duidelijk voorbeeld, kijk uit, die geeft naar de, alle problemen en alles gaan ze door middel van pleistertjes en plakplaatjes en met plakbanden dat je huis zomaar in elkaar moet houden. En ik ben vergreels. En ik wil daar nog één ding aan toevoegen. Als de Groningers nu niet in opstand komen en letterlijk. En dat hoeft helemaal niet met de ark en met bijlten en zo, maar als we nou niet iets aan gaan doen, dan heeft de fossiele industrie die heeft gewoon van ons gewonnen. Dus het wordt nou echt hoog tijd dat we met Code Rood samen en met de Groningers, dat we ze een goed signaal wegzetten naar overheid en naar NAM, Shell, noem ze allemaal maar op. Het wordt nu dus tijd dat de... Dat er een keer goed op de tafel wordt geslagen. Cause the people got the power. Cause the people got the power. Tell me, can you feel it? Tell me, can you feel it? And